alleen, dat doe je met een heel groot team. En dat team dat is na 10 jaar bij elkaar nu, met adviseurs, met mensen uit het ziekenhuis, met projectleiders, andere deskundigen. En ook daar heb je wel eens wat verloop. Dus die mensen die eraan gewerkt hebben, die zijn er niet allemaal meer. Ik heb ook voor een andere stap gekozen inmiddels, maar ik rond dit nog wel grotendeels af dit jaar. En ik wil ook danken namens mij naar al die mensen die mij de afgelopen jaren geholpen hebben. Want het is wel teamwork zo'n bouwproces. Dus dat even ter introductie. Nou, mijn naam is al een paar keer genoemd, dus die ga ik niet herhalen. Ik heb die 10 jaar dus met heel veel plezier gewerkt. Van vanaf het begin aan de technische dienst, technisch beheer en vrij snel in het bouwproces. Dus ik heb inderdaad het nodige meegemaakt. En ik ga u vandaag vertellen hoe zo'n bouwproces in zo'n ziekenhuis gaat starten, hoe dat tot stand komt en wat je er allemaal tegenkomt. Dus ik neem u mee in deze presentatie. Maar het is ook Monumentendag vandaag. En de Amsterdammer onder u zullen dit gebouw herkennen. Het oude burgerziekenhuis. En waarom heb ik die meegenomen, die plaatjes? Nou, hier komen wij vandaan. Het regelziekenhuis is ooit begonnen in Amsterdam. In dit mooie oude gebouw uit 1800 en zoveel. Monumentaal pand, waar inmiddels de stadsdeelraad van Amsterdam in zit. Wat helemaal van binnen gerenoveerd is. En wat natuurlijk als ziekenhuisfunctie niet meer van deze tijd zou zijn als je daar het ziekenhuis had verbouwd. Nou, hoe zijn wij nou in Almere gekomen? Want ja, dat is natuurlijk een grote stad van het mooie stadsziekenhuis midden in Amsterdam naar Almere. Daar ga ik iets over vertellen. In 1991 is dit uiteindelijk het resultaat van het bestaande ziekenhuis. Hoe zijn wij daar gekomen? In begin jaren 70 is het in Nederland een saneringsoperatie op gang gebracht van allemaal kleine ziekenhuizen. Je kunt dat zich vast nog wel herinneren dat er een aantal kleine ziekenhuizen gefuseerd zijn in de steden. Er waren te veel ziekenhuisbedden en dat moest er vaak gebeuren. Dus ook het burgerziekenhuis in Amsterdam zou verdwijnen. Nou, dacht de directie, wij gaan kijken of we ergens anders wat kunnen gaan starten. Dus zo zijn ze destijds al in Lelystad gaan shoppen, zoals dat met een mooi woord heet. Om te kijken of daar het ziekenhuis doorgestart zou kunnen worden. Helaas voor het burgerziekenhuis. Lelystad, de gemeente had al afspraken met Kampen. En daar is het IJsselmeerziekenhuis uit voortgekomen. Deze ziekenhuis, Flevoziekenhuis, IJsselmeerziekenhuis worden vaak door elkaar gehouden. Maar het IJsselmeerziekenhuis is dus het ziekenhuis in Lelystad. En dat is overigens het enige ziekenhuis in Nederland wat te groot gebouwd is. Meestal bouwen ze het te klein. Ook dit ziekenhuis is zometeen weer te klein. Ik kan het bijna niet voorstellen, maar zo gaat dat. Ik ga er zo nog iets over zeggen. Maar het IJsselmeerziekenhuis is het ziekenhuis wat eigenlijk iets te groot gebouwd is. En waarover de beroemde televisieserie destijds opgenomen is. Nou, toen bleef Almere natuurlijk als interessante stad over. En toen is men hier gaan lobbyen. Dan praat ik over eind jaren 70, begin jaren 80 al. Om te kijken of hier een ziekenhuis zou komen. En wat was hier toen aan de hand? De eerste lijnzorg in Almere is al jaren, dat zult u aan het lijf ondervinden denk ik, op zich heel goed geregeld. En de visie van de zeg maar, plaatselijke politiek en de Haagse politiek was, ach, laten we eerst maar eens kijken of Almere wel zo'n grote stad wordt. En dan kunnen we daarna altijd nog kijken of er een ziekenhuis nodig is. Want die gezondheidscentra, dat is een goed plan. Dat functioneert op zich prima, dus voorlopig geen ziekenhuis. De directie van het toenmalige burgerziekenhuis is jaren bezig geweest om toch te pleiten voor een ziekenhuis. En uiteindelijk is dit ziekenhuisontwerp in de jaren 80 ontwikkeld. Gebaseerd eerst op een ziekenhuis van ongeveer 300 bedden. Maar vanwege de goed georganiseerde eerste lijnzorg in Almere in 1991 geopend met 180 bedden. Ik moet daar nog iets over zeggen. Een ziekenhuiscapaciteit druk je uit in bedden. Dat kunt ik ook in vierkante meters zeggen, maar het aantal bedden van een ziekenhuis, dat zegt iets over de grootte. Kleine ziekenhuizen in Nederland, 100, 150 bedden. Middelgroot tussen de 200 en 500 bedden. De hele grote, zoals het ziekenhuis in Alkmaar, in Nijmegen, die hebben zo'n 700, 800 bedden. En daarboven komen dan de academische ziekenhuizen. Dat is een hele andere wereld natuurlijk. Dan praat je over 2.000 tot 4.000 bedden. Maar dit ziekenhuis is dus in 1991 geopend. Met 180 bedden en u raadt het al. Na één dag blijkt het ziekenhuis te klein te zijn. Nee.